Hallo, ik ben Willem en ik ben ambachtelijk schilder. Dat betekent dat ik me bezighoud met heraldische afbeeldingen, bladgoud verwerken, bladzilververwerking, marmerimitaties, houtimitaties. En er zijn veel meer ambachtelijke schilderstechnieken die ik in filmpjes voorbij laat komen. En in dit filmpje... De heer Rood is dus ook een verteller. En ik vertel over de provincies in Nederland. We hebben er 12. En aan de hand van de heraldische schildjes heb ik een wandeling gemaakt door elke provincie. En vertel daarover wat bijzonderheden. Hier zien we bijvoorbeeld Friesland. Hier achter mij Gelderland. En op het moment ben ik bezig met een paneel wat betrekking heeft op Drenthe. Drenthe is niet zo'n grote provincie, maar er is wel wat over te vertellen. Uiteraard het Drentse wapen van de provincie en het wapen van Assen. Hetzelfde, bijna hetzelfde. Daar kan je wat over vertellen. Als ik het paneel samenstel, zoek ik eerst de verhalen op. En na de verhalen komen daar ook de plaatselijke emblems bij. Of de emblems van bekende mensen die daar mee te maken hebben gehad. Bijvoorbeeld Nassau. Als dat erop staat, kunnen we het bladmetaal gaan aanbrengen. In elk embleem of wapen zit het zilver of het goud verwerkt. Hoe je met dat zilver en het goud werkt, dat vertel ik in filmpjes over bladgoud. De ondergronden voor het bladgoud en de wijze waarop je ermee werkt. Soms moet je eerst het goud aanbrengen, soms moet je eerst inkleuren. Dit filmpje gaat over het paneel van Drenthe. Voor het bladgoud verwijs ik u dus graag naar de ambachtelijke schilder Bladmetalen. We zijn al aardig gevorderd. Het provinciewapen van Drenthe heeft 2 leeuwen, heraldische leeuwen, als schildhouders. Om daar beweging in te krijgen, gebruik ik sienna met een heel klein beetje omber en een zacht penseel, zodat je wat diepte en beweging in de platte plaatjes krijgt. Alle embleems zijn omlijnd met een dikke stift en de plaatjes binnen de emblemen zijn met een dunnere stift aangehaald. Prominent in het midden staat een monnik. De monnik wordt ook bewerkt met omber en sienna om er beweging in te krijgen. En de monnik staat niet voor niets prominent in het midden. Assen heeft veel te danken aan monniken. Drenthe, het Drentse landschap, heeft veel te danken aan monniken. De landbouw was de basis
van monniken. Vandaar de monnik prominent. Het wapen van Assen heeft twee natuurlijke leeuwen als schildhouders. De schildhouders zijn met Sjerna en Omber in beweging gezet, zodat het natuurlijker overkomt. De Madonna zelf is met Omber op haar zilveren kleed in schaduw en licht weergegeven. Het naakte kind Jezus heb ik met Sjerna ietsjes opgewarmd. En dat geldt ook voor de kroon die bovenop het embleem gedragen wordt. Het ontstaan van het paneel van Drenthe. Het is gereed. Drenthe, kleine provincie in het noorden, een leuke provincie om over te vertellen. En dat doet de heer Rout. De heer Rout, hij vertelt over de provincies. De panelen zijn zijn steuntje in de rug. We hebben de provincie Drenthe, de provincie Gelderland, de provincie Friesland, de provincie Overijssel, Noord-Holland. En achter elk paneel schuilt een leuk verhaal. Wanneer je er naar luisteren wil, ik vind het altijd leuk om bij u langs te komen. Verenigingen, groepen, scholen, elk provincie heeft een eigen verhaal. Artis hominis, de ambachtelijke mens.